Romina Verdoorn is uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen op de Miss Humanity-verkiezingen in Barbados. Ze zou niets liever doen, maar er is één probleem. Het is eigenlijk kort geleden laten weten dat ik uitgekozen werd. En ik heb 2 weken de tijd gehad om het geld te verzamelen om mijn ticket te kunnen betalen. Want dat betalen ze niet. Oké, en wanneer heb je dat gehoord? Ik heb het vorige week gehoord. En ik moet 14 oktober weg. Dus minder dan 2 weken. Dat is niet lang. En hoeveel geld moet je hebben eigenlijk in totaal? Ja, de ticket kost €900. En ik moet in een sponsoring €400 betalen voor de licentie. Mm-hmm. Eigenlijk heb ik van mijn moeder wat gekregen. Van lieve vrienden ook wat gekregen. Dus ik heb een beetje kunnen verzamelen. Maar ik heb nog sowieso zoiets van €400 nodig. En €400 is een bedrag dat Romina als student niet heeft. Toch doet zij er alles aan om dit bedrag te verzamelen. Ik heb heel veel op Facebook berichten gewoon gedeeld aan alle vrienden en mm-hmm. vrienden van vrienden. Ik ga morgen een etentje geven thuis mm-hmm. met lekker arepas. Dat is een etentje uit Venezuela. Dan ga ik €5 voor vragen en dan ga ik met chocolademelk geven. Dus ik heb vriendinnen en vrienden van vrienden uitgenodigd. Dus zo probeer ik tenminste 1 deel te kunnen verzamelen. De verkiezing, Miss Humanity. Ja. Wat betekent dat nog meer dan dat je erg mooi bent? Ja, de Miss Humanity International trok ook mijn aandacht, omdat het heel veel voor de humanity doet. Dus het gaat meer om gewoon mensen te helpen dan alleen mooi te zijn. En jij wil graag mensen helpen? Dat wil ik graag, dat doe ik alvast. Ik werk als begeleidster van een gehandicapte jongen. En mijn droom is eigenlijk mijn opleiding kunnen afmaken en gewoon mensen kunnen helpen die het nodig hebben. Wil je mij helpen mijn droom waar te maken? Kijk dan even op mijn website romina.nl. Super bedankt!